En zo wordt het duidelijk dat met name de Spaanse concurrenten Gesink willen testen. Dit zijn de ploeggenoten van Sanchez, de nummer 3 in het klassement. Dalen is niet de beste kwaliteit van Gesink. Zeker niet als je knie is ingepakt. Daar rijdt Gesink helemaal achterin. Ver daar vooruit op meer dan 7 minuten. Een kopgroepje van 4. Met de Ier Denjen, Kreuziger zit erbij. Herrero, Vogelsang. Daarachter de oorspronkelijke kopgroep die eens uit 16 renners bestond. Meer dan 7 minuten is de voorsprong. Gevaarlijk voor het klassement zijn de mannen niet. Hoewel Denjen, deze man hier links in beeld uit de succesvolle Cervelo-ploeg, staat 18e in het klassement. Kreuziger denkt, ik ga vandaag winnen. Want deze Denjen is toch niet de gevaarlijkste man, maar hij onderschat hem. En wellicht wordt Theo Bos volgend jaar de ploeggenoot van deze Ier. Wie zal het zeggen? Daar wordt Gesink met ploeggenoten naar voren gereden. Moerenhout daarvoor in. Gesink heeft dus de dag overleefd. Dat is goed. Daar de sprint om de etappewinst. Zeer verrassend laat Kreuziger zich daar inpakken. En zo wint de Ier Denjen. En hij gaat een sprong maken in het klassement. Weer een overwinning voor de Cervelo-ploeg. Kreuziger buigt het hoofd. Dan is het lang wachten op het peloton. Bijna 10 minuten is de achterstand. Denjen klimt van plaats 18 naar plaats 9. En we zien Gesink daarvoor in het peloton. Verliest nog 1 seconde ten opzichte van Valverde. Maar hij is vandaag overeind gebleven.